daar gaan we. Oh, dit ziet er wel echt cool uit, hé. Ah, de tempel der bezinning is dit. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Zelda Skyward Sword video. In de vorige aflevering hebben we deze makkers weten te redden. En nu moeten we naar hun stamhoofd om te gaan horen waar Zelda eigenlijk is. En dan moeten we even naar deze makker. Dit is wel een serieus grote makker, jongen. Doei! Die zegt, wow, mijn Kikwi-vrienden zijn in orde en willen dat ik me geen zorgen maak over hem. Ah, oké, wat kennen ze me toch goed. Je bent erg goed in het vinden van dingen, Kwi. Ik weet niet wie je bent of waar je vandaan komt, maar enorm bedankt. Nu mijn zorgen als sneeuw voor de zon zijn verdwenen, herinner ik me opeens waar de meisje naartoe is gegaan. Oftewel, Zelda. Ze ging naar het tempel hier in het woud. Zelda sprong over zijn buik en ging toch in de richting van de tempel. Waar is de tempel dan? Oh, maar daar zijn we al geweest natuurlijk. Dat is natuurlijk de tempel. Daar waren we net. Althans, in de vorige aflevering. Als je die nog niet gezien hebt, ga hem even checken. En vind je dit vet? Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Want dan heb je iedere dag Zelda-video's of Miitopia-video's. Hij vergeet nog iets. We krijgen een Kikwi-erfstuk. Wat krijgen we? Krijgen we een slingshot? Een katapult? Dat vind ik er wel bij passen bij deze gast eigenlijk. Oké, wat is het? Ja, het is inderdaad een katapult. Nice. Oké, ik moet wel even pakken. Yay. Kijk, we kunnen deze dingen ook raken met de katapult. En dan kunnen we van de ene kant naar de andere kant slingeren. En eens even kijken. Dan moeten we hier de katapult pakken. En schiet hem maar. Hartstikke idee. Kom dan, vogel. Ah, die vogel wou gewoon op mij poepen. Hij heeft gewoon een scheidaanval. Letterlijk. Wat een grappen maken, jongen. Ik ga stuk. Oké, jongens, we gaan naar de tempel. Kijk, want nu dat wij de katapult hebben, kunnen we hier deze naar beneden knallen. Zo. En dan kunnen we de tempel in. Vet, vet. Dit wordt onze eerste tempel dan echt? Dat zou ik echt heel cool vinden. Oké, spring. Lekker. Ja, Link kijkt nog even een keertje om zich heen. Zo van, is dit wel een goede verstandige keuze? Wie was dat dan? Er stond iemand ons in de gaten te houden, jongen. Wie was dat? Het is nog niet de tempel, zo lijkt het. Ziet er niet echt uit als een tempel. Daar is de tempel. Dus we gaan nu van het Faronwoud naar het hart van het woud. En we moeten ons hier een weg doorheen weten te banen. Nee, jongen. Wat zit je nou met te toeteren? Ga je nou al je matties weer roepen? Oh, hij moet allemaal bij je, jongen. Ga weg! Ah, dit is een probleem. Dit is een probleem. Laat me met rust. Ah. Oké, ga naar de slag hier. Nee, weer niet. Ik moet het schild pakken. Ik moet echt veel beter met mijn schild gaan werken. Oké, go Link. Go Link, hier moet je niet vanaf donderen, want dan ben je dood. En vandaag willen we niet dood. Jongen. Ik denk, die gast komen er vanaf mappen. Maar ik weet niet wat hij aan het doen was, maar... Dat was alles behalve mappen. Hé, daar staat weer een Goron daarboven. Yo, ik kom zo naar je toe, man. Denk ik. Kijk, en nu hebben we natuurlijk een katapultje waarmee we deze dingen er vanaf kunnen schieten. Hartstikke idee. Kom op, Linky. Kom op, Linky. Het is niet de bedoeling dat je je straks hierin laat duwen. Lopen. Lopen. Duw hem. Duw hem. Duw hem. Oké, misschien moesten we hem gewoon lokken. En dan nu deze op zijn hoofd en dan is die kapot. Ja, kijk. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hé, hier hebben we een save punt. Nou, laten we maar even opslaan dan. Oké, nu moeten we denk ik even dit... Ja, dat touw pakken. Hoe gaan we dit doen, joh? Oh, oké, we kunnen het blijkbaar wel pakken. Ja, oké. We moesten gewoon heel precies springen. En dan zijn we hierboven. Top. Je haalt het echt maar net trouwens. Oh, wow. Dit is een of andere gouden enemy. Die moeten we denk ik meerdere keren raken dan. Oh, man. Oké, wel twee hartjes hier zo. Hey, what up, Goron? Yo, man. Hoe is het met jou? Kan je mij wat informatie geven over die blokken? Want wat zijn die blokken? Het lijkt op iets dat ik in de oude geschriften ben tegengekomen, zegt hij. Als ik me goed herinner, is dit een van de dingen die de godin voor de legendarische held zou hebben achtergelaten. Het zijn godinnenblokken. Roep het licht op met de zwaard uit de hemel en de meeste ervan wordt geholpen. Oh, let's go. Let's go. Er lag er ook al eentje in het bos. Ja, helaas heb ik die dan laten liggen, want ik wist niet hoe dit moest. Maar zo en dan gewoon kapot slaan, denk ik. Ja! En wat krijgen we dan? Wat zit er dan in?
Oké. Geen idee wat dit was. Ergens moet nu iets liggen, maar ja, geen idee natuurlijk waar dat ligt. Misschien ligt het wel dichterbij dan we denken. Misschien ligt het wel hierboven. Nee, ik zie hier volgens mij niet echt iets liggen. Laten we doorgaan. Kijk, hier is er wel nog één. Die kunnen we ook even kapot maken. En misschien gaan we wel zien waar dit in komt te liggen dan. Nee, die gaat ook echt ver omhoog. Gaat hij niet gewoon naar Skyloft toe misschien? Misschien is dat het wel. Anyway, we zijn bij de tempel aangekomen. En ik hoop dat we hier gewoon lekker naar binnen kunnen. Nee, hij zit potdicht en laat zich niet openen. Ja, mooi verhaal. Moet ik dan allemaal juwelen gaan zoeken of zo? Waarschijnlijk moet ik hier iets met mijn slingshot gaan doen. Oh, wacht even. Zag ik dit goed? Zou ik hier tegenaan moeten schieten? Ja. En gaat de deur dan gelijk open? Ja hoor, lekker. Oké, dat ging vrij soepel. Je moet altijd in Zelda denken van welk item heb ik nu net gekregen? Daar moet je dan waarschijnlijk iets mee gaan doen om ergens in verder te komen. En ja, dit ziet er wel echt uit als het Woudtempel. Daar gaan we. Oh, dit ziet er wel echt cool uit, hé. Ah, de Tempel der Bezinning is dit. Met allemaal mooie glimmende paddenstoeltjes en zo. Allemaal deuren die natuurlijk op slot zitten. En Fee die ons komt helpen. In deze tempo echoen de aura's van veel wezens. En we kunnen Zelda's aura hier niet vinden. Dus we moeten gewoon kijken. We moeten gewoon gaan proberen. Let's go! Vleermuis. Doei vleermuis. Spinnenweb. Doei spinnenweb. Even deze. Boompjes kapot. Oh zo, superveel vleermuizen opeens of zo? Oké. Hierboven zit volgens mij een plantje. Moeten even hier in deze lianen klimmen. Auw, jongen. Weet je wat? Hier. Dan sloop ik je wel op deze manier. Oh, wacht. Oké, ik kan je niet slopen op die manier. Ik kan je wel verdoven op die manier. Jongen! Link, haal deze irritante dingen dan weg. Oké, poging 2. En dan hierop. Ja, en dan hatseflas. Doei! En dan staat hier weer zo'n kristallen amuletje. Die gaat een deurtje openmaken. Let maar op. Daar is die al. En dan kunnen we verder. Oké, we zien daar een oog. En dat oog is nu gesloten. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het oog weer open gaat? Hier is een grafsteen. Hij die van boven is gekomen, luister naar de wijze stem van de diener die je naar vaste grond bracht. Oftewel, we moeten naar Fee luisteren, denk ik. Misschien heeft Fee dan wel een tip voor ons. Oh, kijk. Hij gaat open als we hier op dit platform gaan staan. Kunnen we hem niet in het oog steken dan of zo? Nee, dat gaat niet. En zodra we dit wapen pakken, doet hij zijn oog dicht. Wat als we ons zwaard in de lucht houden? En dan dit doen. Dan helpt dat ook niet. Hij volgt wel mijn oog. Wacht even. Ja, hij wordt duizelig. Ja, oké, dan dondert hij eraf. Oké. Creatief. Dit was dus wel creatief met motion controls vroeger. Grappig. Oké, nu hebben we hier al deze ontplofdingen. Beam. Ontplof. Maak die plant kapot. Boom. Oké, jammer. Dat is dan weer jammer. Ik heb hier geen geduld voor. Voor dit soort dingen heb ik geen geduld. Ik wil er gewoon doorheen redden. Oké, eens even kijken waar we nu naartoe mogen. Eerst maar eens even deze spin ook kapot maken. En hier is nog een spin. Oh, dan kunnen we daarboven. Kijk, daarboven zat iets. Kijk, hier zo. Kunnen we dit kapot maken? Ik zag in het begin ook al zo'n raam. Oh, dat is dit raam, denk ik. Ja, dit is een raam naar het begin van de tempel. Misschien kan ik daar naartoe springen, maar ik heb nog geen sleutel. Daar kan ik ook nog niet in. Maar als ik daarop schiet, waarschijnlijk wel. Denk ik. Ja, dat moet wel. Precies. Oh, hier hangt echt een knijtengrote spin. Hoe gaan we die kapot maken? Dan, oké. Poke hem. Oh, poke hem harder, jongen. Ik kan hem niet kapot maken. Lekker. Oh, we moeten hem op de achterkant raken. Oh man, dit gaat helemaal fout. Poke hem. Oh my god, ik ga hier zo hard dood. Ik ga zo hard dood door deze spin. En ik wil mijn toverdrank helemaal nog niet gebruiken. Mag ik een hartje? Hier zitten ook weer veel te veel van die kleine poepspinnen. Ik heb geen dingen meer. Ik heb geen wapen meer. Ik weiger gewoon om mijn hartjes te gebruiken nu. Kijk, ik heb nu een afstand. Poke hem. Lekker. En krijg ik van hem gelukkig wel een hartje. Het was nog steeds niet het beste moment uit mijn Zelda carrière. Links en rechts zijn twee deuren. Hoe je die opent is de vraag. Met edelstenen moet iets gebeuren. Raak er één hoog en één laag. Kan ik hier doorheen? Oh, oké.
Oh, en dan kan ik misschien hier bovenop klimmen? Zou je toch zeggen dat ik daar bovenop kan klimmen? Maar hoe moet ik dit... waar haal ik nu nieuwe van die nootjes vandaan dan? Mijn noten zijn op. Moet ik nou eerst naar buiten of zo om weer noten te halen? Nee, toch? Hier zijn toch ook wel van die dingen te vinden? Nou, oké, dan gaan we hier maar even nieuwe nootjes halen. Oké, jongens. Ik ben terug. En ik heb mijn noten meegenomen. Hartstikke idee. Dat is één. Ah, dan kunnen we straks naar de overkant zwemmen. En nu kunnen we dus hier omhoog klimmen. Aha, oké. Ik weet niet, maar in deze kamer, ik zie het niet hoor. Misschien kunnen we iets doen in deze kamer toch. Hier is het water natuurlijk iets omhoog gekomen. Misschien kunnen we aan deze kant iets vinden. Wat zit eronder bijvoorbeeld? Zit hier eens onder? Go Linky. Ah, oké. Is dit het ding wat we zoeken dan? Zorgt dit ervoor dat het water nog verder omhoog gaat? Nee, hier gaat nu een deur open. Ik heb wel het gevoel dat we dit moesten doen. Want volgens mij kunnen we niet duiken. Dus dit moet dan eerst. Nou, we gaan hier even naar binnen. Kijken wat we hier kunnen doen. Ik zie daar sowieso iemand die we kunnen aanvallen. Dat is altijd leuk. Die finishing moves, die lukken me steeds niet. En nu word ik gewoon keihard gesloopt. Want ik krijg gelijk 3 klappen op mijn bakkes. Waarom lukt dat me nou de hele tijd niet? Dat is toch gewoon pijltje naar beneden en omhoog? Of is het andersom? Is het omhoog en naar beneden? Ik vraag me nog wel af of we... Ja, kijk, daar moeten we sowieso iets op schieten. Dus laten we dan maar proberen om daar op te komen te staan. Zo. En... Bam, dan doen we deze. Gaat hierdoor het water dan verder omhoog? Ja, zo te zien wel. En ik... Zou dit dan genoeg zijn? Laten we eerst nog even proberen om bij de overkant te komen. 1, 2, 3. En jump. Lekker. Oh, er staat weer zo'n gekke guy. Dat is een gekke plant. Pas op, jongen. Ah. Elke keer de verkeerde slag. Nu de goede slag. Nog een keer. Oh, oh, hij gaat me aanvallen. Hij gaat me aanvallen. Jij gaat mij niet aanvallen. Jij gaat mij wel aanvallen. Oh, man. Kunnen jullie ook deze spullen kapot maken? Want die kunnen we gewoon zo in hun rug kapot maken. Lekker. Hier staat nog een hint. Kijk naar je kaart tot je ogen op het kruisje vallen. Raak de stenen daar om een pad te onthullen. Vind de tempelkaart in de ruimte met 2 edelstenen. Ik zie geen kruisje op mijn map. Kijk maar, er staat helemaal een kruisje. Anyway, we gaan gewoon lekker door. Wat is hier dan? Oh, hier is wel een kissie. Kijk uit met die jump, jongen. Kijk uit met die jump. We vinden hier wel een kissie. Wat zit hier? Zit hier de map in? Is dit de map? Dit is de map. Lekker. Nice. En dan zien we gelijk de rest van de tempel. En ik spring hier gewoon gelijk naar beneden. Ja, kijk, het water is nu hoog genoeg volgens mij. Dus nu kunnen we hier naartoe. Want hier aan het einde van de gang was nog een kist. Oh, maar... Nee, het water is hier nog steeds niet omhoog. Oh, maar wacht even. Duh. Als het water hier nou nog verder omhoog is gekomen. Wat er wel op lijkt. Ja... Dan kunnen we nu wel hier naartoe. En waarschijnlijk moeten we dat dus via deze kant doen. Hier naartoe, loslaten. Ja, kijk, nu komen we hier uit. En dat is weer in die andere kamer. Kijk, nu zijn we er. Ik wil alleen even uitkijken voor deze irritante spin. Die vertrouw ik er voor geen meter. Kijk, dat bedoel ik. Dan ben ik weer net te laat met poken. Poken, lekker. Geef een hartje. Dank u. Kijk, en nu moeten we natuurlijk... Allebei die ogen weer dizzy laten worden. Ja hoor. En dan hebben we een extra kist hier. Deze hoef je denk ik niet te pakken. Of zit hier een sleutel in? Dat zou natuurlijk kunnen. Dat hier een sleutel in zit die we nodig hebben. Wat zit hierin? Inderdaad. Deze moeten we wel pakken. Oké, nu kunnen we rustig terugzwemmen. Door de deur. Naar de hoofdzaal. En dan kunnen we hier over deze boomstronk springen. En hoppakee. Hier dit deurtje openmaken. Ja, en dan hebben we eigenlijk het eerste deel van de tempel voor mijn gevoel wel opgelost. Dan gaan we nu eigenlijk naar het tweede deel van de tempel. En het tweede deel van de tempel gaan we in de volgende aflevering doen. Dus als je wil zien hoe dit afloopt en welke baas er zit. Misschien is dat wel degene die ons in de gaten hield toen we de tempel ingingen. Vergeet dan niet te abonneren en doe je duimpje omhoog voor elke dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!